over denken vandaag. Wat is denken? Denken is scheppen. Je kunt denken wat je wilt. Denkt misschien dat je niet kunt denken wat je wilt. Maar dit is ook scheppen. Dat is scheppen dat jij niet kunt denken wat je wilt. Of anders gezegd, dat jij kunt denken wat je niet wilt. Dus je kunt niet denken. Je kunt denken dat je niet kunt denken wat je wilt. Of je kunt denken dat je denkt wat je niet wilt. Nou, klinkt dit ingewikkeld? Misschien wel, hè? Misschien kan ik nog even herhalen. Al weet ik niet of ik nog weet wat ik gezegd heb, maar... als denken scheppen is, als denken betekent scheppen, dan kun jij scheppen wat je wilt, omdat je kunt denken wat je wilt. En als jij denkt dat je niet kunt denken wat je wilt, is dat ook jouw schepping. Dan heb jij geschapen dat je niet kunt denken wat je wilt. Dat jij dus ook iets anders kunt denken dan wat jij wilt. Het is allemaal schepping. En datzelfde geldt voor dat je ook kunt denken dat je wat je niet wilt. Je kunt denken wat je niet wilt. Je kunt denken wat je wilt en je kunt denken wat je niet wilt. Dus je bent volkomen vrij in je denken. Je denken is vrij. Je kunt jezelf met je denken ook gevangen zetten. Dat is ook een schepping. Dat is de schepping van jezelf gevangen zetten. En je kunt met je denken ook jezelf vrijmaken. Je kunt jezelf bevrijden. Je kunt met je denken zeggen, ik ben vrij. En jouw scheppingskracht is groot. Je schepping aan zich heeft geen kracht, maar de kracht zit hem in de schepper. Van de schepping. En jij bent de schepper van jouw scheppingen. Dus jouw kracht zit in het feit dat jij schepper bent. Je bent geen slachtoffer van jouw scheppingen. Je bent de maker van jouw scheppingen. Je bent de schepper van jouw scheppingen. Dus wat schep jij? Jij schept wat je wil scheppen. Maar als er nou dingen zijn die jij waarneemt of die jij ervaart en die lijken niet overeen te komen met wat jij wilt, dan is de enige conclusie die je kunt trekken dat jij verkeerd geschept of geschapen hebt. Dan heb jij dus iets geschapen of geschept, ik weet niet hoe je dat zegt, wat jij niet wilde. En daardoor ervaar jij iets wat je niet wilt. Dus dat is ook je eigen schepping. Zo simpel is het. Dus jij wilde iets van wrijving, van frustratie ervaren. En daarom heb je het.
gecreëerd. Je hebt het gemaakt omdat je het wilde ervaren. En als je dit gaat toegeven, dan doe jij je denken recht. Dan doe jij jezelf recht. Dan doe jij jouw geest recht. Omdat je je denken ziet voor wat het is. Een instrument om te scheppen. Maar heel veel door het ego, zal ik het zo zeggen, het ego gebruikt het denken, ook om te scheppen natuurlijk, alleen dat vergeet hij, of hij heeft een ander doel, misschien kun je het zo zeggen. Het ego gebruikt het denken om zichzelf werkelijk te maken en om zichzelf te beschermen en te verdedigen. De waarheid is namelijk dat het ego niet werkelijk bestaat. En dat wil hij niet zien. Het ego wil niet erkennen dat hij niet bestaat. Want hij wil bestaan. Hij is er omdat hij dat wil. Hij is er of hij wordt ervaren omdat hij ervaren wil worden. Hij wil werkelijk zijn. En in deze werkelijkheid, die niet echt werkelijk is, maar die hij voor werkelijkheid houdt, zit angst. Daarin zit angst vervat, omdat hij bang is dat hij erachter komt, of dat anderen erachter komen, dat hij niet werkelijk is. Dus hij is bang dat hij erachter komt dat hij doet alsof. Dat hij zichzelf bedriegt, dat hij zich voorwendt er te zijn terwijl hij niet werkelijk is. En om deze constructie, deze nep-identiteit, hoog te houden, gaat hij het denken gebruiken om zichzelf te beschermen. Om zichzelf te verdedigen. Dus het ego gebruikt het denken als een strategie. Het ego denkt strategisch. En hij moet dus, strategie wil zeggen dat jij probeert iets te beschermen. Je hoeft niet strategisch te zijn als jij gewoon totaal open bent. En totaal je kwetsbaarheid of hoe je het ook noemen wilt, je zijn durft te laten zien. Dan is het absoluut niet nodig om een strategie te hebben. Je hebt alleen een strategie nodig als jij denkt dat er gevaar dreigt. Als jij dus iets wil verstoppen of verbergen of beschermen of veilig denkt te moeten stellen. En het ego, omdat hij niet werkelijk is, probeert hij toch die vars hoog te houden. Hij probeert zichzelf te beschermen tegen zijn eigen ondergang, tegen zijn eigen door de mand vallen. Maar toch is dat volkomen zinloos. Want de werkelijkheid verandert niet door al zijn strategieën. En de werkelijkheid is gewoon wat die is. En de werkelijkheid is dat het ego illusie is
En dat jij de scheppingsbron bent. Jij bent jouw scheppingsbron. Dus je zou kunnen zeggen, jij bent je denken. Jij bent je geest. En die geest heeft scheppend vermogen. En daarmee creëert hij wat hij is. Hij breidt uit wat hij is. Dus je breidt jezelf uit. Als je samenvalt met jouw denken, met jouw geest, dan breid jij jezelf uit. En dat is iets heel anders dan dat jij jezelf afscheidt van zoiets als een buitenwereld of een ander of van delen in jezelf. En dat je die delen dan moet gaan ontkennen. Of dat je je moet beschermen tegen delen waarvan je je hebt afgescheiden. Dus dat jij je moet beschermen tegen de ander. Dat je je moet beschermen tegen de wereld. Dat jij je moet beschermen tegen niet aanvaarde delen van jezelf. Of slechte kanten van jezelf. Of wat dan ook. Daarmee maak jij een scheiding tussen jouw zijn en jouw denken. Jouw zijn en een buitenwereld. Jouw zijn en de ander. Jouw zijn en bepaalde delen van jouw zijn. Je trekt een scheiding waar geen scheiding te maken valt. Je schept zelf scheidingen. En vervolgens ga je dat denken dan gebruiken om die scheidingen in leven te houden of in stand te houden. Dan gebruik je denken op een hele rare manier, zou je kunnen zeggen. Op een oneigenlijke manier. Eerst breng je scheidingen aan en vervolgens probeer je die scheidingen, koste wat het kost, werkelijk te houden en werkelijk te maken. En zo werkt het denken van het ego. Maar dat is niet het werkelijke denken. Het heeft wel dezelfde kracht, dus het heeft ook dat scheppende vermogen. Je schept grenzen, je schept delen, je schept een verschil tussen jou en de ander, tussen jou en de wereld, tussen jou en de slechte delen van jou. Maar die scheppingen, dus die grenzen die jij gemaakt hebt, die zijn niet werkelijk. Want jij bent één met jouw denken. En jij bent dus één met jouw scheppingen. Je bent één met alles wat je denkt. Dat is de realiteit. Er is geen verschil tussen zijn en denken. Maar omdat denken of zijn scheppend vermogen heeft, kun je er grenzen scheppen. Als jij dat wilt. Maar dat hoeft niet. Dus daarin ben je vrij. Dus denken is scheppen. Maar als je vervolgens gaat geloven dat de scheppingen losstaan van het denken zelf, dan val je in de illusie. Dan ga jij leven in illusie. Omdat je gelooft in dat wat niet waar is. Maar als jij denken ziet voor wat het is en blijft zien voor wat het is. Dat je dus één blijft met die scheppingsbron. Dan zijn alle vormen die jij schept ook nog steeds één met die bron. Dus jij schept dan zonder dat je grenzen trekt. Zonder dat jij jouw scheppingen ziet als afgescheiden van de schepper.